The results in Holland, as we speak, are between the 4 and 16% of fuel savings, which is quite a lot for a company. Ik ben Remco Luchtenberg. Ik rij vanaf 2008 voor Germa Logistiek. En ik rij melk van de boer naar de fabriek met zo'n auto als dit. Samen met mijn ouders zit ik op deze auto en met een andere collega, dus met z'n drieën in totaal. Toen ik voor het eerst hoorde dat Germa Logistiek mee wou doen met de driverstraining van Scania, stond ik er niet eigenlijk van te kijken. Want je hoort steeds vaker dat het gebeurt en de auto's krijgen meer opties, het brandstofverbruik wordt steeds belangrijker. En ik moet zeggen, het bevalt me tot en met nu toe. Ja, ik ben positief verrast. First we had the practice training, where we had to drive with the driver. So we have to explain the truck and how to improve their driver skills. And then we sent the reports and on weekly basis, and they can use the app. And then on monthly basis we call them. So I can speak to them and can take a look where we can improve their scores. Nou, het mooie aan de app is ook dat meerdere collega's die hebben natuurlijk ook die app. En je kunt onderling ook een competitie met elkaar aangaan en ja, je probeert elkaar toch een beetje af te troeven. We provide our customers which chose for Ecolution, we provide them with driver coaching. And driver coaching is keeping their driving behavior on a certain level. Ja, we hebben met onze opdrachtgever hebben we een partnership afgesloten, waarbij het erg belangrijk is dat we proberen de CO2-uitstoot niet te laten groeien. En daarnaast is het voor ons natuurlijk belangrijk om brandstofbesparing te realiseren. En daar is de chauffeur natuurlijk een heel belangrijk gegeven in. Dus voor ons is de reden geweest om de Scania Drive Performance op te starten. En zo te kijken hoe we de techniek en de chauffeur optimaal kunnen laten samenwerken. Waarbij het heel belangrijk is dat de chauffeur voldoende kennis heeft van de techniek en van het voertuig. Om zo optimaal mogelijk met het voertuig te kunnen rijden. We also see more and more that the customers of our customers are asking sustainability. And with Ecolution we provide the customer a long-term solution. Ja, we hebben gezien in de praktijk dat we tot wel 8% kunnen besparen op brandstof. Hè, wat natuurlijk in de portemonnee direct terugkomt, heel belangrijk. Maar daarnaast ook de CO2 kunnen besparen. En we hebben gezien dat we zelfs met onze LNG-voertuig tot 20% CO2 kunnen besparen. We hebben voor retrofit gekozen omdat we een pilot gedaan hebben met Scania. Om te kijken van wat biedt retrofit. En daar is gebleken dat het voor ons een heel mooi instrument is om onze chauffeurs te kunnen volgen. En hun te kunnen stimuleren om het verbruik te verbeteren. En nou ja, om inzicht te krijgen in wat hun verbruik is ten opzichte van collega's. De meerwaarde van retrofit en Scania Fleet Management voor ons is dat wij op een hele eenvoudige en duidelijke manier inzicht krijgen in de scores van de chauffeur. En we daar dus ook op kunnen sturen. Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden. Alleen bij Scania Drive Revolution is het met 6 parameters heel duidelijk inzichtelijk waar de chauffeur zich op kan verbeteren. Dus je kunt natuurlijk ontzettend veel informatie boven water halen, maar het moet ook te volgen zijn en te sturen zijn. Dus dat is voor ons echt de meerwaarde. De samenwerking met Scania Deventer hebben we dat ingebouwd. Dus zij hebben voor ons de inbouw verzorgd en nou ja, wij doen veel zaken met hun. We kennen elkaar al jaren wat dat betreft en ook met deze vrienden merken geen enkel probleem. Ik denk niet dat ik kan vertellen hoe je de Fuel Drive Champion zult worden. Maar je moet er gewoon voor openstaan naar mijn mening. En ja, openstaan en ook gewoon proberen. Je moet jezelf ook niet gaan forceren. Als je het gewoon rustig aanleert en de tijd ervan neemt. En uiteindelijk dan sluipt het erbij in en dan maak je gewoon heel veel stappen naar mijn mening. In my own words, I would say to the driver, enjoy your work. And don't push yourself too hard.